Maandag 1 oktober heeft minister Arie Slob van Onderwijs de bedrijfsschool van Thibaut Veen geopend. Met als openingshandeling de stekker in het stopcontact werd de bedrijfsschool geopend. Zij willen met de bedrijfsschool het techniekonderwijs in de regio op de kaart zetten. Het is een samenwerking met de scholen in de regio, waarbij docenten van die scholen ook lesgeven op de bedrijfsschool. Deze leerlingen zitten voor de opleiding woningbouw en utiliteit. Hier op deze locatie krijgen ze te maken met het practicum elektrotechniek. En meetopdrachten uitvoeren als ondersteuning voor de theorie. Is dit nou iets wat ze op school bijvoorbeeld niet kunnen? Nou, dit practicum gebeuren is bewust hier op de locatie geprojecteerd. Omdat in dit bedrijf nog meerdere technieken aanwezig zijn waar de jongens ook gebruik van kunnen maken. Ja, dit is zeg maar de hoofdverdeelkast van heel het, alle boxen hier die wij hebben gemaakt. Dan, als je dan bijvoorbeeld, het is nou allemaal geschakeld en geprogrammeerd met de computer. Maar normaal gesproken als je dan die bijvoorbeeld aanzet, gaat het licht in de laatste box aan of hier. Het is gewoon allemaal verschillende groepen zeg maar. Die lampjes die kun je dan om zijn beurt laten knipperen of... En dan kun je verschillende schakelingen bouwen, zeg maar. Dat ze op verschillende manieren en snelheden gaan knipperen. En wat wil je hier later mee worden? Ja, ik wil iets met elektromonteur of iets gaan worden. Wat vindt u er nou van om die leerlingen die techniek te leren? Heel leuk. En ik blijf daar dus ook bij. Ik ben in 1960 begonnen met werken. En echt, het is zoveel in de jaren zo veranderd. Dat bijna voor mij ook niet bij te benen is.